Hoe heb jij vorige week de periodetitel gevierd? Met de groep hier op het stadion en daarna hadden we een etentje op de club de volgende dag. Dus dat hebben we prima met elkaar gedaan. En dan zegt men vaak dat je na een periodetitel vrijuit kunt spelen, dus dat het wat dat betreft een voordeel is. Is dat ook zo in jouw ogen? Nee, eigenlijk niet. We moeten gewoon doorgaan met wat we bezig zijn en ons doel is gewoon om kampioen te worden, om zo hoog mogelijk te eindigen dit seizoen. En dat we de periode nu even hebben meegepikt, daar hebben we even van genoten, maar dat boek is nou weer gesloten en we gaan weer verder. We gaan weer verder naar Maastricht, morgen naar MVV. En met welk gevoel reist Sparta af naar Maastricht? Met vertrouwen. Met het idee dat het niet makkelijk zal worden, maar met het vertrouwen dat we daar de 3 punten moeten gaan halen en mee moeten terugnemen naar Rotterdam. Merk je wel iets in de groep dat het anders is nu je de periodetitel hebt, of blijft het gefocust en op dezelfde manier als eigenlijk de afgelopen weken? Ja, we hebben het eigenlijk helemaal niet meer over gehad. Je bent de eerste weer die erover begint deze week. Dus we hebben dat boek afgesloten en wij zijn nu weer bezig met de competitie. We willen zo hoog mogelijk eindigen en dat is op dit moment het allerbelangrijkste. Ja, is er nog wel gesproken, vorige week een 2-0 voorsprong werd weggegeven. Is dat nog wel ter sprake gekomen deze week? Ja, we hebben goed gekeken naar ons spel afgelopen week en de trainers hebben dat geanalyseerd. En we hebben dat met elkaar besproken en dat nemen we weer mee naar de volgende wedstrijd. En we hopen daarmee elke week stappen te kunnen maken.